Hallo, man. De schacht, brengt hij de ploeg nog iets bij op die leeftijd? Ja, voor zijn vader de ploeg laten overpakken. Ja. Is de voorzitter hier, denkt hij? Ik denk dat hij er zijn noten zit. Oké, okay, merci. Als hij aan het slapen is, hè? Ja. Ik kan hem wakker maken. Dag, voorzitter. Dag, chef. Zijn er blij met een Olly? Die doet dat goed, hij doet dat heel goed soms. Ja, dat is echt een versterking. Dat is een versterking. Op zijn leeftijd nog. En met zijn constitutie kan hij nog een jaar of twee, drie mee. Hè? Ah, dat weet ik niet. Dat zou ik niet durven zeggen. Ja, nee, maar ja. We gaan maar wachten tot het einde van het seizoen. Ja, we kunnen hem misschien nog voor veel geld verkopen aan het buitenland. Allee, zeg, nog veel succes. Ja, salut, hè, voorzitter. Helemaal, welkom. Dank nam. Dank je wel. Af en toe je favoriete schijfonderwerp geweest. Ah, wel, ik wou het zeggen, het was zo wat op en af. Hè. Ja. Ik heb met alles gelachen. Ja. En met alles en iedereen, het waren dan een paar stukjes dat jij misschien dacht van ja, ik lees dat niet graag. Maar ja, ik ben er dan ook voor buiten gesmeten, hè, met last nieuws. Ja, maar het zal niet door mij zijn, denk ik. Het zal voor andere redenen zijn. En zo de afgelopen maanden, Olly, we hebben ze zo gedaan allemaal. Zo. Ja, eerlijk gezegd een beetje zot worden. Hè. De competitie was gestart ook en ik zat dat aan mijn zetel. En ja. Annelien werd ook ambetant dat ik van s'morgens tot s'avonds in mijn zetel en voetbal zat te kijken. Gepensioneerd op uw leeftijd, dat is ook nog niet echt... En verrassend kwam in één keer een telefoontje van Peter Maas. Ja, ik denk dat hij een half uur beklonken was. We hebben zelf niet over geld gepraat. Ik denk dat ik het enige dat ik wou is, in plaats van twee abonnementen, waar ik standaard was, heb ik vier abonnementen gevraagd. Dat is het enige dat ik gevraagd heb, dus dat mijn familie kon komen kijken. We zijn niet benieuwd hoe dat de supporters van Brugge gaan ontvangen. Die hebben mij nooit goed ontvangen. Hè? Nee, maar ja, misschien nu wel, omdat je dan bij de vijand weg bent. Ja, ik weet het niet. Ik denk niet dat, dat er ineens applaus gaat komen voor mij. Bij Anderlecht. Zijn jullie dat weggegaan met een goed gevoel? Of? Nee, omdat ik al drie jaar droom van een mooi afscheid. Het is een beetje raar gebeurd. Dus iedereen zei dat ik moet blijven. En toch werd het nee. Ik was 37 jaar en ik stond nog in de basis bij Anderlecht. En dan had ik zoiets van, ik heb nog iets in mij. Ja. Dus had ik een jaar op de bank gezeten bij Anderlecht. En, dan zou ik wel gezegd hebben, ik denk dat het genoeg geweest is. Ik heb nog iets geschreven. Ik dacht dat er nog iets ging komen. Nee, er komt niemand. Jij bent ook niet zot van dat soort verrassingen. Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb iets in mijn dingen. Ik ga dat nu voorlezen. Hè, jongens. Ja. Olivier de Schacht. Energie, doorzet en kracht. Ontelbare jaren spil van Anderlecht. En bij Lokeren doet hij het ook niet slecht. Twee kindjes samen met de prachtige Annelien. Zo'n voetbalgezin heeft men hier zelden gezien. Olivier de Schacht. Implosief, introvert, bedacht. Nooit buiten de lijnen, nooit te hard of te zacht. Olivier de Schacht, het onderwerp van een schitterend gedicht. Wie had dat ooit gedacht? Ik wens je nog zeker drie jaar, Olly. Ja, minstens. Simons moet van zijn record dat weten. Timmy! Ja. De Olivier gaat u pakken, man. Ik zal dat graag horen. Ja.